Yo, gasten, welkom bij alweer de allerlaatste WK-show. Wij gaan de troostfinale spelen tegen Brazilië, die helaas niemand wat boeit. Maar ik besloot geheel in de stijl van de NOS een samenvatting te maken van de hele WK-show. En daarom vandaag een speciale aflevering met alle hoogtepunten uit de WK-show. En blijf vooral kijken tot het einde, want dan zie je hoe ik reageer op de penalties tegen Argentinië. Hey jij! Kijk niet, zo zuur, het is weer tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Het hilarische aan het feit dat ik de WK-show weer ga doen dit jaar is eigenlijk wel dat ik niet eens op het veld kan scoren, laat staan buiten het veld kan scoren in een club. Het gaat over, welk onderwerp hoop je? Hockey. En welk onderwerp hoop je niet? Ja, ik weet niet. Voetbal. Het is voetbal! Oh, kut zo. Ben je stil? Please. Ja! Nee, ja, nee, ja, 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 ja! We staan nog steeds gelijk. Nee, ja! Nee, ja! En hoe laat begint het dan? In de avond, rond een uurtje of, ja weet ik veel, 8. Oh, laat maar. Dan is GTS altijd op tv. Sowieso voor alle Spanjaarden die deze video zien. Jongens, meedoen is belangrijker dan winnen. Wie gelooft dat nou? Hey, jij bent de laatste die mag zeuren over foutjes. Oh ja hoor, en waarom dan? Omdat jouw geboorte ook een foutje was en daar zeuren we ook niet over. Ja, voor Nederland, dan ben je ook voor Duitsland. Duitsland. Oké, ga dan maar weg. Ik bedoel, kijk naar deze beelden. Kijk eens heel goed de vrije trap. En er staat maar één iemand in de muur. Weet u veel over voetbal? Minder Marokkanen, meer dit, minder dat. Bezuinigen daar. Maar wij Nederlanders, wij bezuinigen niet met voetbal. Daar worden wij altijd beter. En dat maakt mij trots. Ja, ik heb hier één simpel antwoord op. Australië! Woo! What do you speak? A bit of English, a bit of Spanish. Buenos dias. Buenos tardes. Nee! Ja! Ja! Oh, mijn eigen goal! Wat, Yuri? Ik praat je nu niet alleen gebrekkig Duits, je praat ook nog gebrekkig Nederlands. En dat is niet zo chilly. Oh! Ja, grappig. Oh, ja. I don't speak Dutch. Waarom niet dan? Huh? Waarom niet? What did you say? I don't live here. English, you talk to me now. Nah, laat hem maar hoor. Dan iets gezegd als Chili is net zo lang als mijn. Puntje, puntje. Oh, dat weet ik. Chili is net zo lang als mijn. Stoomlocomotief. Oké, stop maar. Ik heb een uur lang moeten wachten tot ik Suarez zag bijten. En ik had iets verwacht zoals dit. Maar nee, het enige wat Suarez deed was har. Het was wel grof, maar het was dus nog niet meer dan har. Kan je me vertellen op deze kaart, is de kaart van Amerika, waar Mexico op staat? Mexico. Eens even kijken. Ik ben een goede topo. Daar ergens. Kom, jij weet. Ja, ik kop dit. Zal ik wel vertellen? Nou, vertel. Dit is Mexico. Oh, dit... Oh. Nee, dat is wel kut. Wat is dat dan? Schadenfreude, dat is plezier hebben van andermans verdriet. Plezier hebben van andermans verdriet. Dat is echt Duits. Brazilië speelde misschien niet zo heel goed, maar die keeper, wow. Die gast heeft gewoon 7 ballen weten te ontwijken in 1 wedstrijd. Dat is best knap. Maar Duitsland, nee, het is zo wonderbaar, ook echt is weg. Duitsland is natuurlijk altijd op hun best tussen de 40ste en 45ste minuut. Snap je hem? Wij beginnen met het trappen. Ja, en hoe? We trappen hun op hun bek. Zit hij echt heel cheesy, maar dat maakt niet uit. Ja! Ja! Hij doet het! Godverdomme! Ja! En als laatste hadden we nog Alfred de Steen, die eerst dacht dat Spanje ging winnen, wat niet gebeurde. Toen dacht hij dat Australië ging winnen, wat niet gebeurde. Toen dacht hij dat we gelijk gingen spelen tegen Chili, wat niet gebeurde. Toen dacht hij dat Nederland niet kon winnen van Mexico en hij had het weer fout. En toen dacht hij dat Costa Rica ging winnen van Nederland en hij had het weer fout. En toen zei Alfred dat Argentinië ging winnen van Nederland en eindelijk had hij het een keer goed. Na 6 keer had Alfred het 1 keer goed. Gefeliciteerd Alfred voor die wanprestatie. Hopelijk vonden jullie de WK-show leuk. Geef vooral een blauw duimpje en abonneer op mij hier beneden. Blijf vooral kijken, want zometeen in het eindscherm zie je hoe ik de penalties heb gekeken tegen Argentinië. Heel erg bedankt voor de afgelopen paar weken. Ik vond het heel leuk om een WK-show voor jullie te maken. Bedankt voor alles en ik check jullie later! Nou jongens, hier zijn we weer hoor. Alweer penalties. Oh mijn god. Ik heb me weer speciaal voor jullie afgezonderd van de rest. En ik doe weer mijn geluid niet uit voor jullie. De aanloop.
je eruit. Goed zo, Robben! Oh. 1-1, behoud het geloof, is de boodschap van Dirk uit. Groot, maar hier is het. Ik dacht heel veel dat team ging pakken. Godverdomme. Weer maar. We liggen eruit, we liggen eruit. Punt. Hij zat in de hoek. Hou hem tegen. Hij zat nu met zijn handen aan. Dat was het. Ik moet eerlijk zijn, ik ben heel erg trots op wat die jongens hebben gedaan. We waren zo dichtbij. De tweede finale, zo dichtbij.